Goedendag, we beleven een zeer zachte periode momenteel. Temperaturen zijn erg hoog en de komende dagen gaat de temperatuur zelfs nog wat verder stijgen in de middag. Rustig weer ook vaak, niet al te veel wind, dat levert dan dit soort plaatjes op. Zeker met de zon erbij doet het zeer mooi aan het weer. Af en toe zijn er natuurlijk wel wolkenvelden. Ik heb ook een andere foto uitgekozen. En dan zien we toch ook wel dat er van tijd tot tijd wolkenvelden over het land trekken. Dat niet alleen, er kan zelfs ook nog wel een enkel licht buitje vallen. Maar die hoge temperaturen, dat is toch echt wel opvallend. Dat gaat wel veranderen. Volgende week krijgen we andere weerkaarten voorgeschoteld. En misschien kunt u zich nog herinneren dat ik zondag vertelde dat voor volgende week het weerbeeld erg onzeker was, omdat nog niet helemaal duidelijk was wat het hoge drukgebied ging doen boven Centraal-Europa. Er waren duidelijk beelden dat het hoge drukgebied nog wat verder naar het zuidoosten zou trekken, maar er waren ook oplossingen die de kern juist meer richting Duitsland gingen trekken. En als dat zou gaan gebeuren, dan zouden we dus heel rustig weer houden. Maar het heeft er echt alle schijn van dat het hoge drukgebied zich verder gaat terugtrekken. En daardoor kunnen de storingen die boven de oceaan aanwezig zijn toch langzaam maar zeker dichterbij gaan komen. En volgende week krijgen we dan ook te maken met een wisselvalliger weerbeeld. Ik zal de weerkaart even gaan aanzetten, in beweging gaan zetten. En dan zien we dat er in eerste instantie dus nog heel weinig verandert. En dat voorlopig die temperatuur nog erg hoog kan blijven. Met die zuidelijke stroming zien we nog af en toe die uitlopers van het hoge drukgebied onze kant op komen. En dat zorgt ervoor dat de storingen nog eventjes op afstand worden gehouden. Ook in het weekeinde zal dat waarschijnlijk wel het geval zijn. Heel misschien dat er af en toe een spatje regen in het westen valt. Maar over het algemeen is dat niet het geval. Maar vanaf begin volgende week, dan gaan er toch echt wel dingen veranderen. Dan kan de storing die zich boven de oceaan bevindt, en dan bedoel ik dat uitgebreide lage drukgebied, echt wel wat dichterbij komen. We zien ook het blauw en het geel, dat is neerslag, ook dat kan dichterbij komen. Dat komt omdat dat hoge drukgebied zich gaat terugtrekken. Wat verder ook opvalt, is die lijnen van gelijke druk, die komen dichter op elkaar te liggen. En dat betekent dat de wind ook gaat toenemen. En dat zal ook iets zijn wat we volgende week gaan merken na dinsdag. Met name in het westen van het land gaat het dan echt wel wat harder waaien. Ik zet de animatie nog even aan, u ziet het ook. Er trekken storingen over een uitgestrekt laag drukgebied boven de oceaan. Dat gaat dan heel duidelijk ons weerbeeld bepalen. En dat betekent een ander weerbeeld in vergelijking met de komende dagen. Ik pak de weerkaartjes er even bij voor de komende dagen. Nou, donderdag ook eigenlijk vergelijkbaar met de vrijdag. Wolkenvelden, af en toe zon en misschien een licht buitje. En hoge temperaturen. Maar vrijdag, dat spant toch wel de kroon. We hebben voor Limburg zelfs de kans erin staan dat het lokaal 25 graden kan gaan worden in het zuiden. En dat betekent ook dat er hier en daar echt wel een record gebroken gaat worden. Ook de zaterdag is nog steeds erg zacht met 19 tot 24 graden. Het zijn geen strak blauwe luchten waar we mee te maken hebben. Er zijn echt wel wolkenvelden van tijd tot tijd. En zoals gezegd, er kan zelfs af en toe wel een spatje regen gaan vallen. Ook zondag nog een dag met hoge temperaturen in een groot deel van het land, die 17 graden. Misschien komt dat echt wel wat hoger uit, maar na het weekeinde zien we dan dat die temperatuur geleidelijk aan gaat dalen. Ik heb hier de temperatuurpluim voor regio Midden en die is ook wel representatief voor het noorden van het land. In het zuiden kunnen we er zelfs nog wat bij optellen. En wat we heel duidelijk zien is dus de komende dagen nog die temperaturen rond de 20 graden of hoger. En dan vanaf maandag dan gaan we langzaam maar zeker wat dalen. Wat verder ook opvalt is dat die pluim vrij zeker is. Alle uitkomsten liggen dicht op elkaar en het geldt ook voor de andere weermodellen. Laten allemaal hetzelfde beeld zien, dus we hebben vrij veel vertrouwen in de verwachting zoals die er nu staat. Lagere temperaturen dus, dat komt omdat het weerbeeld wisselvalliger gaat worden en de meest warme lucht wel gaat verdwijnen. En ik had ook al aangegeven dat het stevig gaat waaien. Daar heb ik ook even een kaartje van gemaakt. We zien hier het windveld op maandag rond Groot-Brittannië, rond Ierland. En we zien ook dat dat windveld langzaam maar zeker dichterbij gaat komen. Als het eenmaal dinsdag is geweest en we dus bij de woensdag uit gaan komen, dan zien we een groot deel van de oceaan hier, het oostelijk deel van de oceaan moet ik zeggen, het Engels Kanaal, maar ook de Noordzee, daar komt flink wat wind te staan. En onze kuststrook die gaat daar ook wel wat van meepakken. Daar komt gewoon af en toe een krachtige, misschien zelfs wel harde wind te staan, een vlagerige wind ook. En in combinatie met storingen, ja, zal de temperatuur niet echt hard gaan oplopen.
Die wind die kunnen we ook in een pluim laten zien. U ziet hier heel veel blauwe tinten. Dat betekent dat we te maken hebben met een windkracht 2, 3, soms 4. Maar vanaf dinsdag dan gaat er wat veranderen. Dan komen er meer groenige tinten in beeld. En dat zijn duidelijk hogere windsnelheden. En we zitten hier te kijken naar het noordwesten van het land. Die windkracht gaat dus echt wel toenemen. Kunnen we tenslotte ook nog iets over de neerslag zeggen? Ja, ook heel duidelijk. En dat strookt ook bij het verhaal wat ik net gehouden heb. De neerslag valt de komende dagen reuze mee, maar na het weekeinde zien we duidelijk hogere neerslagkansen en moeten we er rekening mee houden met een wisselvallige weerbeeld. Nog een fijne dag.